vandaag. De meewerkweek begint vandaag. Dat betekent dat de managers en directeuren zich op de werkvloer voegen om mee te werken. Bij schoonmaakbedrijf CSU in Eindhoven werkt de manager vandaag mee. En of ze daar blij mee zijn, dat probeert onze verslaggever Alice van der Plas te achterhalen. Die loopt dan ook nog eens mee op de werkvloer. Hoe gaat dat in zijn werk vandaag? Ja, het is gaat om manager Mark, die normaal gesproken op het kantoor zit in zijn pak. Op het kantoor van CSU, het schoonmaakbedrijf hier in Eindhoven. Maar nu heeft hij dan een polootje aangetrokken en gaat hij meewerken met Theo hier bij Archipel. Daar wonen heel veel senioren en we staan nu een beetje in de kantine waar 's ochtends koffie wordt gedronken. Dus nu moet er even flink schoongemaakt worden voordat de mensen hier koffie komen drinken, hè Mark? Jazeker, goedemorgen. Normaal gesproken driedelig pak, nu in schoonmaakpolootje. Ja, absoluut. En driedelig doen we ook niet elke dag hoor. Want we blijven wel schoonmakers met elkaar. Maar ik zie dat je net de hemd heb je er nog onderaan. Ja. We moeten eigenlijk toch weer door naar kantoor. Ja, want het is een dagdeel. Hè? Je gaat niet de hele dag met Theo werken. Nee, we werken een dagdeel mee. En meestal is het wel de werktijd die Theo werkt. Dus we zijn wel de volledige dagdeel aanwezig. Oké, nou daar is Theo aan het werk. Hij is aan het poetsen. Ja, jij moet naar hem toe, hè? Ja, absoluut. Ja. Dankjewel. We gaan eventjes naar Theo toe. Doe Theo. Hallo. Goedemorgen. De deuren afdoen. Dankjewel. Meteen het zwaarste werk. Ja, dat is het gemakkelijkste. Jij dacht van, daar heb ik vandaag niet zo'n zin in. Dan ga ik Mark laten doen. Ja. Nou, Mark is al een doekje aan het pakken. Ja. Hier op de tafel, hij vouwt het heel netjes op, Mark. Jazeker. Als je die doek meerdere malen vouwt, dan kun je hem ook langer gebruiken. Dus het is een klamvochtige doek, die wordt schoon aangeleverd. Op het moment dat we voldoende vouwen, kunnen we er langer mee werken in plaats van dat we hem gebruiken als op de normale manier zoals we hem thuis misschien wel zouden gebruiken. Theo, hij heeft er al best wel veel verstand van, hè? Ja, dat moet ook, hè. Dat is de leidinggevende zelf. Dus die weten precies hoe het werkt. Maar toch zeg jij, Mark, want je hebt het al een paar keer eerder gedaan. Het is eigenlijk ook wel een initiatief van CSU, die Nationale Meewerkweek. Ja, hoe is dat voor de vorige keer bevallen? Voor mij heel leuk. Voor mij heel leerzaam. Je leert mensen beter kennen, anders kennen. Je vraagt ook echt naar hen persoonlijk. Van hoe gaat het nu met je? Onder normale omstandigheden kom je hen minder vaak tegen. Dus het is heel leuk om wat nauwer contact te hebben met de medewerkers. Ik zou zeggen, ga maar naar een deur toe. Dankjewel. Gaan we even kijken hoe Mark dat doet. Ja. En niet zijn mooie witte onderhemd vies maken. Kijk, hij doet nou de maandjes. Dus dan is om de 4 weken de hele deur. En dagelijks maandjes. Dat is dus deze betrekking. Ja, het is deel waar de mensen het meeste deur aan raken. Ja. De vingertasten, zeg maar. Waar de handafdrukken zitten. Waar het meest geraakt wordt, doen we dagelijks. Oké. En dan 1 keer in de maand de hele deur? 1 keer in de 4 weken. 1 keer in de 4 weken. 1 keer in de 4 weken, je hoort het. Wat neem je nou straks terug mee naar kantoor? Of kom je ook met een specifieke vraag hier dan, Mark? Ja, wij komen met een specifieke vraag. We hebben een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. En vanuit het medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dat mensen wel eens materialen tekort hebben of niet op tijd hebben. En ik wil heel graag weten waarom dat zo is volgens hen. En wat ze dan tekort komen. Oké, dus ineens is het spuitfles leeg met schoonmaakmiddel. Van spreken, dat zou kunnen, ja. En dan hebben ze onvoldoende nieuwe chemie of onvoldoende nieuwe schone doeken of onvoldoende doeken in het algemeen. En ik wil heel graag weten waardoor dat ontstaat. Nu doen jullie dit, maar jullie roepen ook andere bedrijven op om hieraan mee te doen. Doen veel bedrijven hieraan mee aan deze week? Ja, daar doen relatief veel bedrijven aan deze meewerkweek mee. We vragen ook opdrachtgevers mee te doen. En opdrachtgevers vinden het ongelooflijk leuk om mee te doen en zijn echt enthousiast. Je moet natuurlijk wel tijd hebben, want daar gaat het allemaal om. Maar uiteindelijk werken we met z'n allen aan de Nationale Meewerkweek. Okay. Nou, Mark, ga jij maar verder met Dankjewel. Je maandjes. Dankjewel. We gaan ze even niet meer storen, want ze moeten natuurlijk ook een beetje wennen aan elkaar. De manager en de schoonmaker. En we gaan straks nog eens even kijken hoe het ze vergaat hier in Eindhoven. Ja, Alice, ik mag aannemen dat Mark straks wel even de wc nog moet doen, hè? Het hoort er wel bij, hè? Met een tandenborstel. Ja. Oh. Gaan we regelen. Goed. Goed. Hartstikke nou, mooi. Alice, tot zometeen.